Ik wil even met jullie praten over cyber. En vooral waarom we daarmee moeten gaan stoppen met dingen cyber noemen. Je hebt CSI, cyber, overal wat eng en spannend is op internet, er wordt cyber voorgehangen. Waarom informatiebeveiliging iets is wat bij managers thuis hoort. Volgens mij zitten er ook wat managers in de zaal, dus dat is goed. Welke type hackers er zijn. En ook hoe een hacker naar je organisatie kijkt. Ik wil even ingaan op hoe je kunt bepalen hoeveel risico je loopt. Voor welke type hacker ben je eigenlijk interessant. Ik wil natuurlijk ook iets vertellen over Guardian 360. Want net zoals dat het een Enrise reclameblokje had, komt er ook een Guardian 360 reclameblokje. En we kunnen eens even kijken naar wat websites van mensen hier uit de groep. Hoe je ervoor staat qua informatiebeveiliging. Dan heb je toch nog je moment of fame. Want het wordt allemaal opgenomen. Ja. Maar je kunt ook zeggen dat je voor nu.nl werkt of zo, dan scant hij het ook. Ja. En aan het eind van de middag weten jullie wat deze man met security te maken heeft. Dus maak je klaar. Ik wil het graag interactief maken. Dus wie kan vertellen wat nou het verschil is tussen tandpasta reclame en het verschil met het verkoop van cyber of informatiebeveiliging? Iemand een idee? Iedereen ja? Gebruikt ja, ga je gang. Iedereen gebruikt tandpasta dagelijks. Ja. Dus mensen weten waar je het over hebt. Ja, en hoe verkoop je dan security? Iets wat je ik denk niet... dat mensen weten dat ze tandpasta nodig hebben. En bij informatiebeveiliging een stuk minder. Nee, maar hoe prijzen wij informatiebeveiligers het aan? Als je kijkt naar hoe je tandpasta verkoopt en hoe... Dat je volle tanden krijgt, in ieder geval dat je data gaat lekken. Ja. Nou, als je kijkt naar hoe je tandpasta reclame verkoopt, is het zo, hè. Die vrouw die heeft een briljant gebit en poetst toch nog de tanden. Kijk, blij is helemaal happy. En als je kijkt hoe wij informatiebeveiligers informatiebeveiliging verkopen, is het eigenlijk meer dit beeld. Ja. Oh, sorry, er zitten schokkende beelden ook tussen. Dat heb ik nog niet verteld. Ja. Dus we dreigen eigenlijk heel veel binnen informatiebeveiliging. En ik wil daar echt vanuit Guardian 360 ook een bijdrage leveren om dat minder te doen. Ja. Er zijn natuurlijk enge kanten aan cyber. Hè. Dat is ook dan de laatste keer waar we het over hebben vandaag. Maar informatiebeveiliging is gewoon net zoals de kans op een inbraak in je pand of brand of dat je auto gestolen wordt. Weet je hebt daar gewoon mee te maken. Er is een zeker risico en je neemt wat maatregelen om te voorkomen dat het gebeurt. En als het gebeurt, dan kun je ook nog verzekerd zijn zelfs. Dus de vergelijking met je kantoren, ook daar kan allemaal ellende zijn. Maar toch ga je elke dag fluitend er naartoe, tenminste als je leuk werk hebt. Omdat je een aantal zaken geregeld hebt. Dus alsjeblieft laten stoppen met cyber. Informatiebeveiliging is niet spannend, het is niet eng, het is gewoon werk. En het is niet per se leuk hè, voor alle mensen, maar je moet er iets mee. Je moet het gewoon doen. Waarom is het een boardroom issue? Omdat het samenhangt met risk management. Heel vaak wordt informatiebeveiliging gezien als het feestje van de IT-afdeling. Dan moeten IT'ers poorten dichtzetten of bepaalde updates draaien. Maar sommige dingen hebben helemaal niks met IT-oplossingen te maken. Of wil je misschien helemaal geen geld in investeren om daar een IT-oplossing op los te laten. En accepteer je gewoon het risico. Dus we willen ook echt graag een lans breken om het issue op boardroom niveau te krijgen. In plaats van dat een engineer maar weer een nieuwe firewall naar binnen schuift of zo. Dus de vragen zijn gewoon stellen. Hè? Dan, ik weet niet of ze kan beantwoorden, maar dat zul je dan wel zien. Volgende vraag, hoe ziet een hacker eruit? Zoals jij en ik. Zoals jij en ik, oké, ja. Russisch. Russisch, ja. Oké. Okay. Nou, als je Google Images vraagt hoe ziet een hacker eruit, dan krijg je dit. Kenmerkend is de hoodie, hè, die kennelijk alle hackers dragen. Ze hebben ook af en toe een Guy Fawkes masker op. Ja. Ik zie ze niet zo, maar goed. Kennelijk is dit het beeld wat rondom hackers geschapen is. Maar eigenlijk gebruiken hackers een hoodie zo. Of doen ze iets met 3D-printers. Zijn ze aan het klooien met lasers. Verzinnen ze allemaal oplossingen voor alledaagse problemen zonder dat het je veel geld kost. En spelen ze met drones vanaf een hoverboard. Dat is natuurlijk even overtrokken, maar dit zijn allemaal hackers. Het is dus geen enge mannen en vrouwen die proberen je netwerk omver te trekken. Maar dit zijn ook gewoon hackers.
Een aantal van die hackers die probeert inderdaad te begrijpen hoe computers werken en te verkennen waar de grenzen liggen van een systeem en het een systeem iets anders te laten doen dan waar het voor ontworpen is. Maar echt een select groepje probeert er geld aan te verdienen om het criminele, of door het criminele pad op te gaan. Dus door ransomware te bouwen of door je systemen over te nemen, te gijzelen, data te stelen. En dan heb je ook nog de klokkenluiders. Deze mannen. Wie zijn dat? Steve Jobs en Ja, waarom zitten ze hier tussen, denk je? Eerste generatie hackers. Ja, dat is een goede antwoord. Het zijn de eerste, eigenlijk een van de eerste hackers. En sterker nog, het waren in de tijd gewoon criminelen. Want wat ze deden is telefoonnetwerken hacken om gratis interlokaal te kunnen bellen. En inmiddels vinden we het fantastische gasten, hè? Want ook ik gebruik mooie spulletjes van ze. Helemaal bewierookt, Steve Jobs ook, hè? Hier ligt zijn biografie. Maar eigenlijk was het gewoon een ordinaire crimineel die gratis wilde bellen. En toch zijn we heel blij met hem. Ik vertel dit omdat ik vind dat hackers echt in een kwaad daglicht gesteld worden. En we zouden hackers eigenlijk moeten omarmen. Nou, niet de kwaadwillende natuurlijk. Maar al die gasten die proberen om de boel veiliger te maken, om dingen efficiënter te maken, gewoon te begrijpen hoe het werkt, hoe iets geëngineerd is, hè, die je daarmee ook gaan controleren of er toch niet stiekem data uit het systeem weglekt naar een derde partij. En met al die closed software die je tegenwoordig hebt, moet je maar erop vertrouwen dat een leverancier niet stiekem nog een backdoor heeft of zo. Nou, hackers helpen, dragen eraan bij om die dingen te vinden. En het zijn gewoon reverse engineering aan het toepassen. En we hebben dagelijks plezier van de dingen die ze uitvinden. Zie je dit ding. Maar vind ik ook niet omdat de ethische hackers, om zo maar te zeggen, in de minderheid zijn? Of ethische hackers in de minderheid zijn? Dat weet ik niet zo goed of dat zo is, eerlijk gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk de beloning voor een black hat hacker, hè, dus voor een crimineel, is natuurlijk veel hoger dan voor een ethische hacker die het vooral doet voor het goede gevoel en de mensheid verder helpen. Ik heb wel het idee dat de white hat hackers beter georganiseerd zijn. Dus elkaar steeds beter weten te vinden. Terwijl de criminelen toch hun eigen stukje van de koek willen afschermen. Maar of het er per se meer zijn, dat weet ik niet. Er zijn ook een heleboel groepen die we waarschijnlijk helemaal niet kennen. En er speelt ook mee, hè, dat wat wij een black hat hacker vinden, is in China misschien gewoon een sergeant in het leger. Het leger van China, daar is van bekend, die hebben gewoon complete afdelingen met hackers die intellectueel eigendom proberen buiten te maken van westerse landen. Dus voor ons zijn dat criminelen, maar voor de Chinezen zijn dat gewoon hele prima hackers. Leuke jongens, die helpen de economie een stukje verder. Ja. Dus ook maar net hoe je er naar kijkt. Ik merk dat mijn batterij bijna leeg is. Nou ja, dit heb ik net verteld. Als je nog eens een keer een boek wil lezen over helpende hackers, hè, de white hat hackers, dan zou ik dit boek aanbevelen van Chris van het Hof. Die heeft een aantal ethical hackers uit Nederland geïnterviewd en een boek geschreven over wat zij doen en waarom ze het doen. Leest makkelijk weg, dus dat kun je ook nog eens een keer doen als je in het vliegtuig zit ergens naartoe of voor je tentje. Keep calm and hug a hacker. Dus laten we die gasten nou gewoon omarmen, alsjeblieft. Zitten er hackers in de zaal die ook iets met ethical hacking doen? De volgende vraag is... Oh, moeten die man knuffelen met een paarse polo? Ja. Is te weinig tijd voor, sorry. Kom nog. Ja. Er is gelukkig goed nieuws. We weten inmiddels dat de standaard, of een standaard, maar de meeste hacks ook 7 stappen kennen. Het begint met het verkennen van het doelwit. Dat is de eerste stap. Het tweede wat we vaak zien is dat er dan een gerichte phishing attack wordt gelanceerd. Dus dan worden er mailtjes verstuurd naar bepaalde personen in een organisatie om die te verleiden op een link te klikken of een bepaald Word documentje te openen. En vervolgens zie je dat er malware geïnstalleerd wordt en dat dan toegang verkregen wordt tot een machine van de gebruiker. Vervolgens probeert zo'n kwaadwillende zijn eigen rechten binnen het netwerk te verhogen, dus om verder te kunnen komen in het netwerk. Gaat hij data verzamelen en uiteindelijk wil hij de data ook stelen. Dus als je een bedrijfsnetwerk hebt met veel intellectueel eigendom, dan zou een hack er zo uit kunnen zien. Op al deze 7 momenten is de hack te onderbreken.
Dus zelfs is, al komt de hacker in punt 7, hè, dus in stap 7. Dus al die voorgaande stappen zijn gelukt. Op het moment dat je het exfiltreren van de data onderbreekt of voorkomt, dan heeft hij uiteindelijk nog steeds niks. Dus dat is even het goede nieuws van vandaag. Verkenning, ja, dat gebeurt eigenlijk op de hele simpele manieren. He, je zou kunnen denken van een hacker die gaat dan allemaal geavanceerde dingen doen met zijn computer en allemaal hackersoftware gebruiken, maar dat is vaak helemaal niet het geval. Wat ze doen is gewoon op LinkedIn kijken en Twitter wat er over een organisatie gecommuniceerd wordt. He, zien ze in vacature teksten bijvoorbeeld iets over een specifiek software systeem wat gebruikt wordt voor de administratie? Of kunnen ze achterhalen via LinkedIn wie de hoofd van de financiële afdeling is of de directeur? Soms gaan ze gewoon in de lobby zitten van een gebouw en gaan eens luisteren bij de receptie van wat, ja, hoe gaat het hier als er een pakketje binnenkomt, of voor wie bellen ze, hè? Wie zijn de key personen. Dus die verkenning gebeurt op zo'n manier. Deze meneer komt nu om de hoek. Jullie weten wie dit is, denk ik, of niet? Nee, van de Pineapple Pie liedje. Dat is een liedje wat helemaal viraal ging 2 maanden geleden of zo over het internet. Ik heb een pineapple bij me. Zo heet dat apparaatje. Het is te bedienen door een man in pak. Ik heb me even met een smiley erbij gezet, maar dat ben ik dus. Hè. Ik ben helemaal geen ethical hacker. Ik kan helemaal niet hacken. Maar ik kan wel dat ding bedienen. Heeft me $100 gekost. Kan ik gewoon online kopen. Wordt gewoon thuis bezorgd. En wat hij doet, is gewoon kijken naar welke netwerken allemaal mobiele devices zoeken. Dus als je nu op je iPhone gaat kijken, en je gaat eens kijken naar welke netwerken er gebroadcast worden. Ik zal even meekijken. Moet ik even met mijn rug naar jullie toe staan, dat is natuurlijk niet zo chic. Kijk, wat je hier ziet is dat er kennelijk iemand is die ooit met zijn telefoon verbonden is geweest met het netwerk Skinprovement of Dauphine Public, Barbeton, dat is een restaurantje in Utrecht geloof ik. KPN zijn mensen mee verbonden geweest, QB, okay. T-Mobile. Ik kwam net ook McDonald's France, ja. Sonoma Guest. Wat je telefoon doet, is de hele dag zoeken naar wifi-netwerken. Dus op het moment dat je ooit verbonden bent geweest met McDonald's Public Wifi bijvoorbeeld, gaat je telefoon vanaf dat moment gaat gewoon continu op zoek van, hey, McDonald's Public Wifi, ben je daar? Dat apparaatje wat daar onder de verwarming hangt, dat is mijn Pineapple, die vangt dat signaal op. En die zegt dan vervolgens, zoek je KPN? Oh, ik ben KPN. Zoek je McDonald's? Prima, ik ben McDonald's. En wat ik vervolgens kan doen, en wat ik niet gedaan heb, maar wat ik vervolgens kan doen, is heel eenvoudig jullie netwerkverkeer over mijn apparaatje leiden. En via mijn laptop kan ik er vervolgens SSL stripping gaan doen, hè, waardoor ik de versleuteld verkeer met websites kan desleutelen, hoe zeg je dat, ontsleutelen. In ieder geval weer terugdraaien. Ja, op hackerconferenties zie je vaak een wolf of sheep. Dan zetten ze zo'n ding neer en dan kijken ze welke mensen gewoon over open internet gebruiksnamen en wachtwoorden versturen naar een POP3 server of zo. Worden gewoon keihard gepresenteerd met een beamer op de muur. Zo eenvoudig is het. Ik wil deze even uitzetten, excuus. Ik ga terug naar de presentatie en ik heb maar weinig tijd. Ben ik er? Ja. Praktisch, ja. Kun je dan iets op je telefoon doen om te zorgen dat je zegt dat je het weer weghaalt? Ja, ik verbind nooit met publieke wifi's. Daar ben ik ook wel tamelijk paranoia inmiddels. Maar ik doe alles over 4G. En inmiddels is dat ook niet meer zo veilig als dat het een jaar geleden was. Je kan ook 4G-signaal kun je klonen. Dus iemand kan gewoon een KPN UMTS-mast gewoon in de lucht brengen of een 4G-mast. Maar dat is wel wat lastiger dan een wifi-hotspot. Dus ik doe niks meer via wifi, zoveel mogelijk via VPN. Ja, dus een virtual private network, dat is gewoon een verbinding die je kan opzetten naar je kantooromgeving. Maar je hebt ook betaalde aanbieders die dat aanbieden. Dan weet je in ieder geval zeker dat alles wat je over internet doet versleuteld wordt. En op je telefoon kun je toch gewoon altijd gewoon bij je provider blijven, is dat die 4G die misschien... Ja, dus als je het via KPN doet, dan is het moeilijker te doen.
Maar op het moment dat je met, nou je zag het net, met KPN wifi verbonden bent geweest of met McDonald's public wifi, ja, blijft dat onthouden. Dus dan zou je eigenlijk elke keer dat je een publieke wifi hebt gebruikt die je vertrouwt, zou hem weer uit de lijst moeten gooien. Je kunt op je iPhone aangeven dat het netwerk vergeten moet worden of in je Mac dat de adreslijst vernieuwd moet worden. Ja, het is echt ja, $100. En, ja, het is publieke wifi zonder wachtwoord dus. Dus nu hebben ze Enrise Guest. Die kan je niet imiteren, want... Wel. Maakt niks uit. Kijk, jij hebt een wachtwoord erop, maar ik publiceer straks een Enrise Guest zonder wachtwoord. Oh ja, en hij krijgt het wachtwoord, dus ja, is goed. Sterker nog, hij noemt zichzelf gewoon Enrise Guest. Ja. Hij vraagt nooit om een wachtwoord. Hij wil natuurlijk helemaal geen drempels opwerpen. Hij zegt gewoon, verbind maar. Ja. Het is gewoon een public hotspot. Dus... Er zijn ook genoeg voorbeelden, hè, van mensen in de trein, want daar heb je T-Mobile of zo, of internet in de trein of zo heet die hotspot. Dat er gewoon een tweede hotspot naast is, hè, de internet in de trein of zo. Dat, nou ja, als je dat ziet moet je op gaan letten. Dan, hoeveel tijd heb ik nog, Martijn? Even kijken hoor. Nou, joh, hoeveel heb je nodig? ja. Nee, het is, kijk, tot 5 uur, dan dikke 20 minuten. Oh, kijk, mooi. En ik heb zo'n slokje. Wat kan je met die informatie? Los van... Nee, de vraag is wat ik kan met de informatie. Wat ik gedaan heb, is dat ding laten kijken met welke netwerken maakt jouw telefoon of je laptop verbinding. De volgende stap is dat ik dat ding laat doen alsof ik die hotspot ben. En dat is zo sneaky, dat ik op het moment dat jij verbonden bent met je bedrijfsnetwerk bijvoorbeeld, via wifi, dan gaat dat ding zichzelf hetzelfde noemen en kikt jou automatisch van de echte wifi af en zegt vervolgens tegen je telefoon, verbind maar met mij. Ja. En dat gebeurt echt in een split second, dus als gebruiker merk je daar niks van. Dan is het aan mij nog om ervoor te zorgen dat er gewoon een goede netwerkverbinding aanhangt, waardoor je geen performance issues hebt. Maar vervolgens loopt al dat verkeer van jouw telefoon of jouw laptop loopt via mijn kastje. En ik heb gewoon software, er zit gewoon een software suite bij ook, hè, voor die $100. Waarmee ik gewoon kan zeggen, nou, ontleed maar al het SSL-verkeer. En dan kan ik je wachtwoorden gaan achterhalen bijvoorbeeld. Of ik kan gaan zien met wie je mailt of dat soort dingen. Dus dan denk je dat je anoniem verbonden bent via HTTPS met een website. En vervolgens kan ik toch ook weer, nou ja, dat anonieme eraf halen. Dat gaat overigens niet overal goed, hè. Facebook bijvoorbeeld heeft de laatste... tijd hele sterke encryptie erop gezet, waardoor het dat dingen dat niet meer kan. Maar heel veel sites hebben gewoon een basic SSL-certificaat of helemaal geen SSL-certificaat, waardoor het gewoon kan. Ja. Je kan toch ook nog SSL-pinning gebruiken met apps en dergelijke. Dan kun je niet zomaar middleman tags uitvoeren volgens mij. Want dat gebruiken bankapps ook meer. Ja, daar is echt mijn technische kennis onvoldoende. Dus daar stopt het man in pak, kan dit ook gebruiken. Ja, dat is zeker waarom je beter een bank-app kan gebruiken dan via de website iets kan doen. Ja. Want dan heb je toch een extra stap gemaakt, zeg maar. Oké, het is vanwege key pinning, zei je. Ja, ja, dus oké. Ik weet niet de details, maar ik weet wel dat het kan. Dat het gebeurt, want dat doet Rabo, doet het ook en ABN en dat soort partijen. Maar dan moet je dus altijd eerst met zo'n authenticator die pinning opzetten. Ja. Dan moet het handmatig moet je het opzetten. En als je hem helemaal hebt, dan slaat hij hem op. Het is echt een mega key die hij dan in, zeg maar, vasthoudt. Ja. Ja, en dan kan die key, die weet niemand. Daar kom je nooit meer achter. Oké. Dus die kan je dan niet, die wordt dus ook niet met SSL heen en weer gestuurd of zo. Die kan je niet meer pakken. Nee, gewoon lokaal. Ja. Ja. Dan is het echt, dan is het wel nog wat zwaarder. Okay. Goed, dat is natuurlijk, heel veel mensen doen dat niet. Als je gewoon een website inlogt, als je inlogt via je webmail, ja, dan ben je eigenlijk al heel het zakje. Ja, kijk, en een Rabobank kan zo'n soort, ja, die software en al die tooling ontwikkelen. Hè? Maar als je gewoon een webshop-eigenaar bent met 10 man en je moet elk jaar, weet ik veel, 1 miljoen euro omzet draaien om de tent draaiende te houden. Ja, dan ga je dit soort oplossingen niet bouwen. Dus... Nou ja, goed. Apparaten die zo'n ding ontdekken als je erbij hebt? Ja, dat zijn mensen. Nee, dat is even flauw. Nee, hoe ontdek je zo'n ding? Je kunt wel op het moment dat je opeens allemaal netwerken ziet verschijnen die je voorheen niet zag, dan weet je dat je op moet letten. Maar zo creëer je juist netwerken die je er wel. Nee, maar stel dat je in zo'n ruimte bent als dit.
En je verwacht hier alleen Enrise Guest en misschien van nog 3-4 bedrijven uit de omgeving. Maar je ziet opeens KLM Lounge of zo erbij komen. Ja, dan weet je van er is iemand iets geks aan het doen. Maar verder, ja, alleen visueel kun je het nog zien. Dus zo'n kastje. Wat zei je? Ik kan nu heel veel wifi dingen zien van de juiste schakel. Ja, hij broadcast gewoon terug, ja. Dat klopt. En verder is het gewoon ja, goed opletten. Maar het liefst gewoon niet met wifi's verbinden. Niet, of via VPN. Ja, maar ja, ja. Of via VPN, dat is waar, ja. Sinds die databundel binnen KPN naar 10 gig is gegaan, doe ik alles ja, via 4G. Een phishing mail, ja, daar hoef ik verder niet op in te gaan, denk ik. Jullie weten allemaal wel hoe een phishing mail eruit ziet. En dat vrienden zoals Ziggo, maar ook andere grote partijen daarvoor misbruikt worden. Wat wij gewoon zien binnen organisaties, is dat mensen die nog nooit een factuur hebben ontvangen, laat staan een factuur van Ziggo, laat staan dat ze de mogelijkheid hebben om het te betalen, toch op deze link gaan klikken. Echt te bizar voor woorden. En als dan vervolgens de mail binnenkomt, hè, want de spamfilter houdt het dan soms netjes tegen, dat ze hem toch uit quarantaine gaan halen. En vervolgens toch nog de macro gaan starten. Ja, weet je, daar is gewoon niks tegen te doen. Als slimme mensen hele domme dingen gaan doen, dan kun je automatiseren wat je wil. Het is vooral bewustwording, het bewustzijn wat je moet verhogen bij je mensen. En dat is ook een doorlopend proces. Nou ja, de malware hè, die komt soms in een Word-document mee, soms via een link. Ja, het is een kat-en-muisspel. Dus elke keer als wij informatiebeveiligers wat verzinnen om het moeilijker te maken voor een kwaadwillende, dan verzinnen ze wel weer wat nieuws. Ik moet zeggen dat de grote hoeveelheid nou ja, apps en software en cloud dingen die maar gewoon gelanceerd worden en als een soort shadow IT de organisatie binnenkomen, zegt dan walhalla voor kwaadwillenden. Want kun je het niet via SAP doen of via Adobe Acrobat, dan kan het wel weer via Flash of via JavaScript of via... Het is op het moment echt dweilen met de kraan open. Ja, die backdoor, even een plaatje bijgezocht. Ja, er zit iemand aan de andere kant. En die zet gewoon een achterdeurtje op naar jouw systeem. En inmiddels zijn ze zelfs zo geraffineerd dat ze niet één route openleggen naar jouw systeem, maar ook nog via een alternatieve route. Dus de ene route gaat dan over HTTP bijvoorbeeld en de andere route over FTP, ik noem maar iets stoms. Dus als je de ene ontdekt, dan hebben ze nog een soort alternatief. Ja, hartstikke hoge uptime voor zichzelf. Goede SLA. En je merkt er als gebruiker gewoon niks van. Betekent dat als je... nooit via wifi werkt, alleen maar bijvoorbeeld met je kabels op je kantoor. Ja. Dat dit dan niet kan gebeuren? Nee, dus als je bekabeld werkt, is geen garantie dat dit niet gebeurt. Ja, want wat er... Zo'n malware ding hebt geklikt. Ja, precies. Kijk, dit is gewoon een stukje verkenning. Hè? Op het moment dat er een bedrijf is wat helemaal geen wifi gebruikt en alles bekabeld doet, ja, dan komen ze via LinkedIn er wel achter wie er op de administratie werkt. En vaak is het voornaam.achternaam@bedrijfsnaam.nl. Of voorletter.achternaam, of wat maakt het uit. Je verzint 100 combinaties en je probeert alle 100 een keer. En dan krijgt iemand een mailtje met zo'n link of met een bijlage. En bedraad of via wifi, als je voor de bel gaat, dan wordt er gewoon een macrootje geïnstalleerd. Dus die waarschuwing hè, van Word, van weet je zeker dat je deze macro wil openen, dat is echt een hele goede waarschuwing. En sowieso moet je als organisatie afvragen hoeveel mensen binnen je organisatie eigenlijk macro's moeten gebruiken. Vaak zijn het er een handjevol en staat het voor de hele organisatie open. Dus een hele goedkope oplossing is gewoon macro's uit te zetten voor de hele organisatie, behalve voor die specifieke mensen die het echt nodig hebben. Andere gratis oplossing is trouwens AppLocker op je Windows-machine aanzetten. Dat voorkomt dat er executables opgestart worden buiten de Program Files Directory. Gratis dingen die je al lang gekocht hebt, moet ze alleen even inzetten. Tenminste, als je Windows-netwerk hebt, hè. Dat is even wat de nuance. Oké, het systeem wordt overgenomen. Nou ja, wat een kwaadwillende dan probeert, hè, als je een gewone user bent die alleen maar bij één network share kan, maar niet bij de interessante network shares, hè, met financiële data of patiëntgegevens of met creditcard data, noem maar wat. Dan gaan ze proberen hun rechten te verhogen. Vaak hebben ze daar heel lang de tijd voor, omdat ze gewoon niet opgemerkt worden. Wat we nu ook steeds meer zien is dat iemand zichzelf toegang geeft tot een systeem en dan eerst een soort incubatietijd aanhoudt om te kijken of die toegang ontdekt wordt.
En gebeurt dat niet, dan weet je van oké, ik zit redelijk safe, dus ik kan even rustig mijn gang gaan. Op een gegeven moment, ja, het mooiste is natuurlijk als je een administrator gelijk te pakken hebt. Dus iemand, want wat doen administrators? Die loggen standaard in met een administrator wachtwoord. Want die denken dat ze niet kwetsbaar zijn of niet gehackt worden of dat ze altijd adminrechten nodig hebben. Dus dat is ook, ja, gewoon een advies. Als je admin bent, gebruik je adminrechten alleen als je ook admin dingen moet doen. Als jij gewoon je mail moet checken of een briefje moet tikken, dan hoef je geen adminrechten voor te hebben. Dus zorg ervoor dat je gewoon een tweede account hebt met minder rechten. Als je dan gehackt wordt of je klikt per ongeluk op een linkje, dan is het niet veel moeilijker voor een hacker om door te komen. Trouwens, we doen ook phishing testen binnen organisaties. IT department zit altijd hoog in de slachtofferlijst. Ja. hoe dat precies komt, dat weet ik nog niet. Ik zou eens een keer een onderzoek naar moeten doen. Het is iets psychologisch, denk ik, dat zij denken dat het hun niet overkomt. Nou ja, data collection, dus alle relevante data wordt verzameld. Je ziet soms in het nieuws dat er dan ergens 9 gigabyte of zo gedownload is aan data. En denk je van, hoe kan het? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou niemand dat gemerkt hebben? Het moet ergens verzameld zijn. Dus ergens moet een network share opeens 9 gig groter geworden zijn. Of zo. Dus niemand die dat soort dingen in de gaten houdt. Hetzelfde met lateral movement. Als je 1 keer per dag even checkt hoeveel admins heb ik in mijn netwerk. Het is niet per se leuk, hè. Het is weer een taak die je extra hebt. En het is, 99 van de 100 keer is er niks aan de hand. Maar als je dat elke dag doet en je ziet opeens een nieuwe admin in het netwerk die jij niet aangemaakt hebt. Nou, het zou iemand kunnen zijn die zichzelf rechten heeft toegekend. En dan kun je heel snel een hack onderbreken. Het laatste is dat de data wordt gedownload. En dan het nare van informatie is, digitaal, dat het niet, het is wel gestolen, maar je bent het niet kwijt. Dus heel veel organisaties horen pas na, 200 dagen of zo gemiddeld, dat ze gehackt zijn. En niet van hun eigen mensen, maar van klanten die zeggen van, joh, ik krijg opeens mailtjes op een adres wat alleen jullie hebben. Of mijn bankaccount is gehackt of mijn creditcardgegevens zijn misbruikt. Die zijn alleen maar in jullie systeem. Ik heb toch nog weer een negatief gevoel bij achter te laten. Ach. Als je kijkt naar jullie eigen organisaties. Het is niet zo dat alle Chinese, Israëlische, Russische, maar ook Nederlandse kwaadwillende hackers jullie allemaal even interessant vinden. Je hebt gasten die speuren gewoon het hele internet af. En als ze dan een kwetsbaarheid vinden, dan proberen ze iets verder te komen. De zogenaamde script kiddies die gewoon standaard tooltjes gebruiken en vaak zelf niet de skills hebben om dan verder te komen. Je hebt ook echt criminele organisaties of landenorganisaties. En om te bepalen hoeveel risico je loopt, kun je een aantal vragen stellen. Welke kroonjuwelen heb je? Dus heb je patiëntgegevens of heb je intellectueel eigendom? Heb je creditcardinformatie of heb je een IT-systeem waar je hele organisatie van afhankelijk is? Als je die vraag, als je dat eerst in kaart hebt, weet je wat je moet beschermen. Je kunt nog iets nadenken van, wat is dat dan waard voor een derde? Jouw eigen CRM-systeem is misschien voor jou knetterveel waard, maar dat hoeft voor een kwaadwillende niet zoveel waard te zijn als voor jou. En welke personen willen jouw kroonjuwelen dan hebben? En hoe gemotiveerd zijn ze? Dat is ook nog een belangrijke. Mensen die de Nederlandse bank proberen binnen te dringen zijn over het algemeen wat gemotiveerder dan bij de plaatselijke boekwinkel. Ik noem even iets stoms. We hebben een simpel tabelletje in de presentatie gezet. Dit zijn eigenlijk de actoren, de daders die we kennen. En hier zie je welke motivatie ze hebben, wat hun doelen en doelwitten zijn, welke middelen ze hebben en de hoeveelheid. Op het moment dat je hier interessant voor bent, voor landenorganisaties, ga er maar aan staan als bedrijf. Als 1000 man van het Chinese leger ingezet worden om bij ASML binnen te komen, knappe jongen die ze dan buiten de deur houdt. Dat is echt wel een serieus probleem. Maar ben je een webshop die 1 miljoen euro doet, tenzij je heel belangrijk IP hebt of zo, ben je hier al wat minder relevant. Maar misschien wel voor criminele organisaties. Als je kijkt naar alle crypto lockers en ransomware die de laatste maanden op de markt gebracht is. Er zijn gewoon bedrijven in Wit-Rusland, in het Oostblok. Die zijn gewoon netjes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel daar. Dragen netjes loonbelasting af. Maar hun product is ransomware.
daar verdienen ze hun geld mee. Dus vinden wij een criminele organisatie. Die landen, ja, ik zul het nooit zo zeggen, maar volgens mij zijn ze al lang blij dat er iemand loonbelasting betaalt. Dus ook de handhaving is gewoon minimaal. Het is helemaal geen issue voor hun dat er ergens een bedrijf in Nederland zijn IP kwijtraakt. Weet je, ze zijn daar bezig om hun gezondheidszorg nog op orde te brengen of wegen aan te leggen of gewoon basale infrastructuur dingen te regelen. Nou, dan nu het reclameblok. Dit ben ik. Ja, er staat gefascineerd door internet privacy en security. Dat klopt. Ik ben vanaf midden jaren 90, begin jaren 90 bezig met internet. Zelf ook geprogrammeerd. Ik zal mezelf geen programmeur meer durven te noemen, zeker niet in dit huis. Maar wel ja, wat veilige webontwikkeling gedaan, al vroeg te maken gekregen met nou ja, persoonsgegevens, het versleutelen van data, het versleutelen van URL's. Guardian 360 is een commercieel bedrijf. Het is geen stichting, maar ik ben wel intrinsiek gemotiveerd om iets te doen. Want mijn gegevens en die van mijn vrouw en van mijn kinderen en van een heleboel mensen die ik lief heb, zwerven rond in allerlei systemen waar ik geen grip op heb. En ik kan er ook niet op vertrouwen dat die systemen veilig zijn. Omdat heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn dat het onveilig is. Of dat je dat moet beveiligen. Dit heb ik verteld. Guardian 360 wil op een rebelse manier de rechtvaardigheid op de digitale infrastructuur verhogen. Het is nogal wat. Want het internet is fundamenteel stuk. De manier waarop wij het nu gebruiken, daar is het nooit voor bedoeld. Er was een hele trust bij de eerste bedenkers eigenlijk van het internet. Die gewoon met elkaar informatie wilden uitwisselen. Die hadden helemaal nooit gedacht dat er spam zou ontstaan. Of dat mensen DDoS'en zouden uitvinden. Of nou, dat soort dingen. Dus een aantal ontwerpfouten kunnen we niet meer rechtzetten. Je moet wereldwijde impact hebben om op het internet wat te veranderen. Nou, we zijn bijna 1,5 jaar oud en met 10 man. Dus enige bescheidenheid past ons. Maar ambitie. Slimme mensen blijven domme dingen doen. Dat voorbeeld van die meneer die nooit facturen betaalt, maar toch even op de link klikt. Ja, daar is geen houden aan. Met het IoT, ja, het blijkt gewoon dat we niks geleerd hebben. Je zou denken met 40 jaar internetervaring, internettechnologieervaring, zou je toch wel denken dat mensen nu bewust zijn dat ze niet allerlei brakke dingen aan netwerken moeten hangen. Maar ja, kijk wat er in het nieuws is over speelgoed, wat makkelijk te hacken is, over bedrijven die via printers gehackt worden, koelkasten, tosties, weet ik het. Het scenario dat je straks via je scheerapparaat gehackt wordt. Ja, het klinkt gek, maar dat is wel echt gewoon een realistisch scenario. Dus in plaats van dat het beter wordt, wordt het eerder slechter. Nou ja, en dit is ook wel schrikbarend. Inmiddels is cybercrime omvangrijker dan drugshandel. En ik stel me dan zo voor hè, dat je als je dealer bent, dan moet je nog op een straathoek gaan staan. En dat is een beetje tochtig. En dan de politie rijdt langzaam al spannend. Maar als je mensen hackt, ja, dan kun je gewoon met je favoriete muziekje vanuit je luie stoel eigen werktijden bepalen. Je betaalt het, je laat je gewoon via bitcoins betalen. Heel lekker anoniem. Dus we zijn nog maar aan het begin. Maar toch, het zit in ons DNA. Softwareontwikkeling, hè? Dus ondanks dat we 1,5 jaar bestaan, hebben we wel heel veel ervaring. Er is nog wel een leuke vanuit Intermax, dat is ons zusterbedrijf. Dat is een hostingpartij die eigenlijk bedenker is van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat. Er zijn een aantal hostingpartijen die hebben in een stichting samen een grote appliance gekocht die DDoS mitigeren. Dus daar was Intermax een van de bedenkers van. Dus dat nemen we ook mee in ons DNA. Wat wij doen, ik zit even te kijken wat ik nog allemaal niet verteld heb. Ja, we gaan ervan uit dat je een keer te maken krijgt met een incident. En dat is geen bangmakerij. Hè? Even weer dat verhaal met, je gaat er ook vanuit dat je een keer brand hebt of diefstal. Nou ja, daartegen verzeker je, want je weet gewoon dat er een kans is. Nou, zo is er ook een kans dat het een keer misgaat in je netwerk of in je webapplicatie. We willen de organisatie helpen om snel te handelen. En we gaan er ook vanuit dat heel veel organisaties ook dingen wel zelf kunnen regelen. Dus je hebt niet een externe partij nodig die vertelt hoe je een Windows update moet installeren. Of een security engineer die vertelt dat je WordPress moet updaten. Ik noem even een paar stomme voorbeelden. Heel veel organisaties hebben die skills gewoon in huis. Weet je, een poortje dichtzetten op een firewall. Ja, een beetje systeembeheerder kan dat gewoon. Het is gewoon werk. Dat is belangrijk, vind ik, dat je dat meenemen. En het is een continu proces, security. Het is niet iets wat je eenmalig koopt, maar iets wat je continu doet. Dus
Ik heb nog tijd om jullie kort te demonstreren hoe dat dan werkt. Heb ik begrepen? Ja, even niet. Wat goed? Ja. Nee, hoor. Zal ik even... Oh! Waar zit Enrise Guest nou? Oh, hier. Ja. Verbindbaar. Ja. Ja. Even kijken of ik zo kan muizen. Dat kan ik dus niet. Ik laat even het dashboard zien. Want ik zou het op managementniveau brengen. Ja, nog even zo staan. Kun je zelf wel zien. Ja. Oké. Hier zie je het dashboard wat we aan klanten laten zien, maar ook aan onze partners. En je ziet dat we helemaal geen techniek hier tonen. Het is helemaal niet ellendige, kwetsbare dingen. Het is vooral aantallen en metertjes en grafieken. We brengen hier in kaart hoeveel verdachte bewegingen we in een netwerk hebben gesignaleerd. Hoeveel kwetsbaarheden er op dit moment openstaan. We scannen continu, dus over een uur kunnen deze aantallen lager of hoger zijn. Afhankelijk van of iemand zijn brakke bring your own device ding in je netwerk prikt. Of misschien heb je wel een Windows update gedraaid waardoor kwetsbaarheden weer minder worden. We relateren die kwetsbaarheden vervolgens aan de informatiebeveiligingsnormen die je hier ziet. Dus als je moet voldoen aan de NEN 7510... Nou, dan kunnen we in kaart brengen welke 11 afwijkingen je op dit moment hebt. Nou, daar liggen een aantal kwetsbaarheden onder, of configuratiefouten, of misschien wel zwakke wachtwoorden. Die kun je vervolgens gaan verhelpen, waardoor je gewoon steeds compliant bent. Hier zie je het hele scannerarsenaal wat we inzetten, zie je. Dus je kunt ook vrij snel zien uit welke hoek de klappen komen. Ik vind het nog wel leuker, de blacklist scanner die kijkt helemaal niet naar je omgeving, maar die kijkt naar buiten toe wat we over jouw omgeving kunnen vinden. Dus ben je bekend op een spamlist of is er een bitcoin mining node bekend binnen je netwerk? Vinden we je op Pastebin of GitHub of allemaal indicatoren dat er wellicht in het verleden een hack is geweest. Een Tor exit node die brengen we ook in kaart. Dat doen we continu. Omdat een netwerk is continu in beweging, maar er worden ook gemiddeld 500 nieuwe kwetsbaarheden per maand ontdekt. Dus ja, je kunt het vandaag helemaal op orde hebben en morgen kunnen er weer twee knettergrote gaten in je beveiliging zitten. En zo ook weer twee maanden niet, hè. Dan worden er in jouw type omgeving geen kwetsbaarheden gevonden. Wie's site gaan we scannen? Daar werkt iemand bij nu.nl, hoor ik. Ik hoopte dat iemand dat zou zeggen. Ja, we stellen ervoor. Ja, we gebruiken WordPress, dus ik vrees het ergens. Ik heb laatst nog een blog geschreven over hoe selecteer je nou het veiligste CMS. Maar WordPress kwam er wel als beste uit. Oh, nou, ja. Kom maar op dan. Dus het wil niet per se zeggen dat jouw WordPress-site er het beste uitkomt. Dat niet te zeggen. Enrise.com. Ja, die is wel tevoren afgesproken te handen. Nee, dat is echt niet. Oh, zie je. Ja, if Enrise dan -60%. Nee. Dit is gewoon een gratis scan. Dit is voor ons echt een marketing tool. Wij willen heel makkelijk inzichtelijk maken wat je nou kunt verwachten als je Guardian gaat inzetten. Hij staat altijd op 25%. Nee. Nee. Even kort, wat we hier in kaart brengen is welke header informatie we kunnen vinden, of de cookies allemaal goed geconfigureerd zijn. Nou, SPF is in orde, dus je bent niet zo heel vatbaar voor spammen. HTTPS redirect is op orde, we kunnen niet zien welke PHP info je gebruikt, dus dat is allemaal wel goed. Security headers en de content security policy, daar kom ik eigenlijk overal tegen. Dus er zijn weinig partijen die dat op orde hebben. Content security policy is ook relatief nieuw. Maar wel een goede methode om je site beter te beveiligen. Dus SSL-certificaten, we willen de Qualys SSL-killer worden, dus die brengen we nu ook in kaart. Je zag dat we sowieso veel sneller zijn. Dit is een reclameblokje in een reclameblokje. Ja, het is een gratis tool. Nou ja, goed. Je business case moet even bedenken. Kan ja? Je ook op die tool een target website invullen? Je eigen website kan. Dat ook werkt natuurlijk, als ik hacker ben. Ja. Dan laat ik eerst, maar voordat ik al genoeg heb, laat ik eerst scannen. Ja, je zou deze tool als hacker kunnen misbruiken. Het is wel zo dat je dan in de ranking van tophackers ergens
niet staat. Het is veel geld verdienen, nee, maar als je kijkt naar echte hackers die veel geld willen verdienen, die installeren Kali Linux, hè, een speciale distributie van Linux waar allemaal hacking tools in zitten. En daar zitten een aantal scanners in die wij ook gebruiken, maar daar kun je sneller op doorpakken op de resultaten. Geen één per stuk, maar 10.000 per minuut. Ja. Tegelijk. Ja. Van dit soort scans. We hebben wel een bulk scanner ingebouwd voor onze partners. Dus als je een partner bent, dan krijg je een login en dan kun je gericht sites gaan scannen. Afgelopen weekend hebben we 800 gemeentewebsites gescand via een partner. Binnenkort gaan we wat huisartsen doen en wat ziekenhuizen. Op het moment dat je je rapportje opvraagt, dan verdwijn je in de Guardian 360 marketing machine. Dat is zo. Maar je krijgt ook een pdfje met een aantal tips hoe je deze dingen kunt oplossen. Dus, kun je het even gelijk eens een andere website doen? Drukwerkdeal? Ja, die hoorde ik net. Of mindomind.nl. Zingo.nl. Je moet eigenlijk nog geluidje hierbij verzinnen. Ja. Zo. Ja. Mooie animatie. Oh, 60%. Beter, ja. Zit er iemand van Drukwerkdeal binnen? Ja. Oké, dan heb je een zoutpotje verdiend. Heel goed. Jullie allemaal trouwens, staan daar. Maar wat zijn nou Ziggo en de, nee, een andere zijn nog? Oh ja, mijn domein. Dat is een goede vraag. Zo, ja, is dit goed of slecht? Dat hangt er vanaf. Is dit een marketingplaatje waar het grootste risico is dat je één keer per jaar gedefaced wordt? Ja. Kun je denken, ja, weet je, lekker laten gaan. Ik ga geen duizenden euro's investeren om een content security policy in te richten. Maar ben jij een gemeentewebsite met een DigiD inlog of een webshop met klantgegevens? Ja, dan zou je kunnen afvragen of 60% of dat voldoende is om te blijven voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens. Maar het is inderdaad afhankelijk van wat jouw situatie is. Guardian 360 scoort ook geen 100%. En dat komt omdat we een stukje marketing automation in onze site hebben verwerkt. Wat AdWords en analytics, dat soort dingen. Waardoor we gewoon niet de hele content security policy kunnen dichttrekken. En we hebben op een gegeven moment gezegd van, nou ja, als beveiliger vinden we het voor ons imago niet zo prettig. Het liefst zouden we 100% scoren. Maar de kosten en de moeite die het vergt om dat dan te repareren, weegt gewoon niet op tegen dat stukje. Dus, oké, Ziggo.nl. Ik ben gevraagd om binnen een half uur te presenteren, dus dat is me al min 12 minuten gelukt. Ziggo scant 50%. Dat scoren wij het slechtste, dus dat is goed. Ja. Nou, laten we dan ook even nu.nl er doorheen jagen, want volgens mij... Die doen nog slechter. Ja. Of ze moeten in de tussentijd wat veranderd hebben. Het gemiddelde is op dit moment zo'n 35-40% wat er gescoord wordt. 35. Hoe hoog staat Enrise? 25. Wie heeft er nog een brakke site ergens draaien? Yes. Ja, ja. Oh, jullie zitten hem allemaal. Ja, oké. Okay. Wie is dat? Dat zie je in je marketing automation wel terug. Ja. Mediabunker. Mediabunker. Is iets als dat je in media in een bunker zit of zo? Nou, het is blijkbaar geen bunker. Zo lekker een mandje. Nee, ik vind het wel lef van jezelf aan. Nee, .com. .com? Volgens mij Wiederwerk deze lijn. 20. Oké, ja. Oké. Ik moet het gaan afronden, mensen, denk ik. Zegt hier iemand ja? Even kijken of ik dit nog... Oh, jongens. Ik kan dit niet achterstevoren presenteren. Nou. Oh ja, die quickscan, die kun je gewoon gratis doen. Hier staat de link. Hij staat ook op het potje. Dus dankjewel voor jullie aandacht en vragen. Ik vond het leuk dat het een beetje interactief werd. Tof. Ja, hey, dankjewel. Graag gedaan. Zo, applausje weer even. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Oh. Voor jou ook een potje zout. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Heeft iemand nog vragen? Ja? Met die security scan, je hebt ook nog SSL-bindingen en security headers. Wat is daar echt de meerwaarde van dat ik ze heb? Want als ik bijvoorbeeld het SSL-strip, gewoon de SSL-laag eraf per slot.
Ja. Ik bedoel, dan kan ik ook een proxy gebruiken om dan die headers te herschrijven en dan opnieuw te zijn. Ik wou de vraag herhalen, maar dat... Maar hij... Dat schiet niet op. Die meneer praat ook in een taal. Nee, ik heb het goed verstaan. Alleen ik heb geen antwoord voor je, sorry. Dan moet ik echt een collega vragen hoe dat precies zit. Ja, ik ben geen hacker, dus ik val door de mand nu. Ja. Oké, misschien even contact. Iemand anders nog? Sjors? Je begon je verhaal met het feit dat informatiebeveiliging thuis hoort in de boardroom. Ja. Dat lijkt me ook cruciaal in deze, want dit zijn natuurlijk tools. En dan kom je ongetwijfeld weer een stap verder. Maar dan promoveer je niet naar het juiste niveau om dit structureel aan te pakken. Maar hoe los je dat nou op? Ik zie nog steeds organisaties die bijvoorbeeld geen CIO of iets dergelijks hebben. Of een functie op directieniveau waar dit soort issues geadresseerd kunnen worden. Ja. Hoe kun je dat aanpakken? Ik probeer even de kernvraag te destilleren. De kernvraag is van hoe zorg je ervoor dat op directieniveau organisaties hier bewust van worden? Ik probeer dat met dit soort sessies. Ik doe deze presentatie vaker voor jong management, voor directiebesturen. Maar uiteindelijk moet een organisatie zelf ook hier ontvankelijk voor zijn. Dus we zijn er echt nog lang niet. IT'ers moeten het onderwerp ook durven los te laten, hè, want... De houding van, ja, ik ga het maar niet naar het management rapporteren, want anders zien ze dat ik het niet goed op orde heb. Of denken ze dat ik het verkeerd heb gedaan, die komen ook nog tegen. We hebben partijen die zeggen, nou, scan mij maar niet, want ik weet toch dat het niet op orde is. Ja, dat kan ik niet in mijn eentje veranderen. Wat ik wel zie, is dat er gewoon nu in de media steeds meer aandacht komt voor, cyber. Informatiebeveiliging. Als je nu.nl alleen al in de gaten houdt, elke dag is er wel iets over informatiebeveiligingsincident. Dus ik geloof wel dat dat steeds meer voor bewustwording gaat zorgen. Wat ik ook denk is dat verzekeraars die nu een cyberrisicodekking aanbieden, op een gegeven moment wel strengere eisen gaan stellen aan de premievoorwaarden. Dus dat je met een backup en een antivirus er niet meer bent. Maar dat je ook security scanning moet doen of iets van een intrusion detection systeem moet hebben. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Het zou eigenlijk ook gewoon, sorry Herman, ik blijf maar doorpraten. Maar het zou ook gewoon in het onderwijs of op MBA's of managementopleidingen gewoon veel meer aandacht moeten krijgen. Op Nijenrode doen ze dat inmiddels. Op Business School Nederland beperkt. Dat zou echt wel meer kunnen zijn. Dus, je kunt ergens dus beginnen met wat je hebt gedaan. Een phishing mailtje sturen, intern in het netwerk. Ja, je kunt met phishing testen inderdaad in het interne netwerk kun je het doen. Alleen als je dan een username en password van de directeur hebt, dan heb je wel Maar het, weet je, zo'n phishing test, vaak is de directeur of een managementteam is budgethouder. Hè? Binnen gemeentemarkt heb je heel veel CISO's binnen gemeenten die helemaal geen budget hebben. Dus dan ben je wel CISO en dan zou je misschien dat soort tooling wel in willen zetten. Maar volgens moet je voor elke euro die je wil uitgeven, moet je langs het college. Dus het is wel echt een catch-22. Ja. Okay. Ja, Martijn, nogmaals. Dankjewel. Graag gedaan. En ik stel voor dat we even een korte break doen.